Hoe kunnen we verlangen creëren? Hoe kunnen we onszelf naar iets doen verlangen? Um, er is een oefening, een boek, wat ik denk dat daarbij gaat passen. Het eerste boek, Volost van Verleiding. Uh, het is geen rocket science oefening, mm -hmm. maar het is wel een leuke denkoefening. Het is de vijf waarom oefening. Ja. Uh, het is een methode om naar dat dieper verlangen te gaan, ja. uh, te gaan grijpen. En dat is heel toevallig dat die oefening ook in de klik staat. Uh, waarschijnlijk. <laughs> Lezen we dezelfde bronnen, uh, ja. maar jij mag, jij mag ze eens uitleggen ja. die vijf keer waarom. Uh, uh, well, ja, uh, maar ja, het is verdienen. al goed dat het ook bij jou in het boek <laughs> ja. staat, Sarah, want dat, dat, het is een, een ja, zo'n belangrijke oefening als je ergens naar verandering wilt streven. Mm -hmm. um, het zit heel eenvoudig in elkaar. Je, je, hebt een doel, bijvoorbeeld, ik wil tien kilo kwijt. Mm -hmm. Oké, okay, maar waarom? Ja. Uh, ja. ik wil terug in mijn kledij van vroeger kunnen, ik wil dan maatje minder. Oké, okay, dat is goed, maar waarom? Ik wil mij aantrekkelijker voelen. Oké, okay, maar waarom? Mm -hmm. Ik wil gezien worden, ik wil een stuk.